Het is de grootste politiewagen van Nederland, het mobiele Medialab. Met deze bus kan de politie door het hele land voorlichting geven over uiteenlopende onderwerpen. De politie in Wijchen gebruikte de wagen onlangs om preventieadvies te geven aan ouderen en het belichten van cybercrime. Ja, dit is het Mobiel Medialab. En het Mobiel Medialab is de grootste politieauto van Nederland. En die hebben we hier naar Wijchen getrokken om, je kunt op verschillende thema's, kun je zelf kiezen welke thema's je wil aanduiden. En we hebben gekozen voor ouderen, preventieadvies aan ouderen en cybercrime. Daar hebben wij voor gekozen, omdat het speelt momenteel heel erg. Ja, mensen worden via internet, hè, worden mensen benaderd. Dat kan via de mail zijn, dat kan via de WhatsApp zijn. Ja, alle sociale media kanalen. Ja, mensen zeggen, dat hebben we niet, maar heel veel mensen hebben toch WhatsApp of hebben toch een mail. Daarop worden ze benaderd door criminelen, zo zal ik het dan maar noemen. En die doen zich voor als iemand anders. En proberen dan mensen met een bepaalde smoes of een bepaalde... Ja, zich voor te doen als iemand anders en proberen ze mensengeld op handig te maken. Ja, er zijn allerlei manieren. Dus we hebben allerlei boekjes daar liggen. En dan kunnen mensen daar vragen, hebben ze ooit iets meegemaakt? Zijn ze al ooit benaderd? Noem maar op. In de bus zelf kun je een soort quiz spelen. En die quiz, dat zijn allemaal voorbeelden van wat moet je doen in bepaalde situaties. En dan kunnen mensen dan wat wijzer worden.